Nou, vandaag hebben we er weer een. Een leuk team-event. En Daisy gaat me even rondleiden in de tuin. En die gaat vertellen wat ik allemaal moet doen. Dus gaan jullie mee? Nou, het wordt weer een dolle middag. En het is voor jou hartstikke leuk. Want we hebben weer alleen maar 12 vrouwen. En komend weekend ook alleen maar vrouwen. Dus je hebt gewoon weer een meidenweekend. Jij moet de oestrogeen aanmaken. Ongelooflijk. Of misschien net heel veel testosteron. Ik weet het eigenlijk niet. Chillzone. Een parapluutje erbij voor als de zon te hevig wordt. En daar kun je natuurlijk ook lekker of schommelen of lekker in het zonnetje eventjes niks doen. Hier kun je lekker chillen. Hier kun je lekker chillen. En 's middags gaan we ook nog naar de kop van het eiland. Maar wat we daar gaan doen, dat vertel ik nog niet, want dat weten die meiden nog niet. Dus dat is nog een verrassing. Dan kom je straks nog maar eens met een ijsje langs en dan zie je wel wat we dan weer aan het doen zijn. Speciaal voor jou. We gaan het opdragen aan jou. Wij zijn Michel en Daisy. Wij leven op Happy Island, vlakbij Amsterdam. Wij delen ons plekje met zoveel mogelijk mensen die er net als wij gelukkig van worden. Het is onze missie om pauzemomenten te faciliteren. En dat doen we met unieke logeerplekjes op en rondom het eiland. Maar ook door trainingen en coaching. Iedere zondagochtend delen we onze belevenissen, zodat het voor iedereen mogelijk is om even pauze te nemen. Wij kunnen het waarderen als je ons volgt en je abonneert op ons YouTube-kanaal. Nu al aan het snoepen, mevrouw Evers. Betrap. Maar dit moest ik doen van Marloes van Tuktruc. Want ze werkt samen met Bloemen en Brownies. Dat is een hortensia-kweker in de Kwakel. Schokman hortensias. En zij maakt dus zelf brownies. En ja, ik weet niet, jij zegt wel, ik ben nog snoepen, maar jij hebt hem al bijna op. Het is echt, het is echt zo lekker brownie. Ik heb nog nooit zo'n lekkere brownie gehad. Ja, en ze gaat nu ook healthy brownies maken. Ja, ik dacht al, proef ik een hortensia. Een soort line extension van de hortensia's. Ja. Maar hij is inderdaad heerlijk. Ja. Heel smakelijk. Dank je. Meiden, leuk dat jullie er allemaal zijn. Ja. Als iets ontbreekt of zo, laat het dan maar even weten. Ja, de meesten kennen ons wel, maar jullie zijn hier dus op Secret Happy Island. Dus het is het verboden pareltje van Amsterdam, zeggen we. Maar eigenlijk ook een beetje van Aalsmeer, want dan krijg je zoveel mensen uit Aalsmeer die een nachtje in de tent komen slapen en heel dicht bij huis zijn, maar toch het gevoel hebben dat ze heel ver weg zijn. Ik ben Daisy, de geluksvee van dit eiland. Mm-hmm. En dit is Michel, mijn kapitein en ook mijn prins. Ah. Niet op het witte paard, maar wel op de boot. Na de lunch onder de appelboom verhuizen we naar de kop van het eiland voor iets heel bijzonders. De voetjes gaan van de vloer met deze disco dance workshop. De meiden oefenen een disco dans en we regelen wat voorbijgangers als publiek voor de einduitvoering. Sta je lekker in de rook, hè? Heerlijk. Ben je zelf aan het uitroken? Wat hoort het vandaag? Aardappeltjes, krieltjes, met zonnepannen, maatjes. Oh, het gaat heerlijk. Uitje. Ik denk
denk dat de meiden dat wel kunnen waarderen. En jij, Marloes? Ja, jij zorgt ik ga dat... straks lekker bordjes doen en dan opdienen. En ik zag net alweer een heerlijke salade voorbij komen met allemaal gekleurde bloemetjes. Ja, hoe schattig. Die komt helemaal uit de moestuin. Oh, ja. Geweldig. Nou, ik ga even kijken of de meiden dit ook lekker vinden. Ja, dat is goed. Het was weer een heerlijke week. We hopen dat je een grote glimlach op je gezicht hebt. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.